Ik ben de vriend Sophie. Ik ben student bij KDG, Pedagogie van het Jonge Kind, het flextraject. Het verschil met het gewone traject is dat ik werk en studeer tezamen. Ik werk momenteel in de kinderopvang. Ik heb gekozen voor de opleiding omdat ik al langer iets wou bijstuderen. Ik wist niet goed wat. Ik heb de keuze gemaakt omdat ik altijd al iets meer wou doen of op vorming gaan. Dat was te beknopt en de opleiding sprak mij heel hard aan. Het fijne van de opleiding is, omdat ik deeltijds ook werk, dat ik het bij elkaar de verbanden kan leggen. Sowieso zijn we verder in de theorie ingegaan in andere inzichten en dat verruimt u. Het meeste dat mij verwonderd heeft doorheen de hele opleiding, dat er op heel veel verschillende creatieve manieren wordt lesgegeven. De mooiste herinnering dan denk ik direct aan de praktijklessen met belevenissen, dat we met een hoopje volwassen vrouwen iets in elkaar moesten steken en dat we ongelooflijk veel plezier hebben gemaakt. De combinatie met het gezin, het werken en dan terug gaan studeren is in het begin heel veel organiseren, heel veel puzzelen. Nu, KDG zorgt ervoor dat we op één vaste lesdag les hebben en dan kun je dat ook heel gemakkelijk inplannen. De meerwaarde voor mezelf, voor het kiezen van de richting, is ook op persoonlijk vlak wat meer reflecteren over jezelf, samenwerken met collega's. Door het volgen van de opleiding merk ik bij mezelf in de praktijk op het werk dat ik toch regelmatig toch wel anders kijk. Vooral naar studenten, waaruit vertrekken die, wat willen die bereiken, hoe kan ik die begeleiden. Ook gesprekjes, kleine gesprekjes met ouders of collega's. Van waaruit komt die vraag en niet gewoon een klein gesprekje met hen doen. Ik ben nog heel blij dat ik nog altijd op KDG zit.